Nou, ik heb hier dus de shutters verwijderd. Luxeflex opgehangen. Nu moet er wat aan de vensterbank gebeuren. Deze vensterbank, ja, die zat onder de houten platen voor de shutters. En ja, dat ziet er niet uit. Ik heb gepoogd om ze weg te halen, maar dat lukte niet. Het spul is keihard. Het leuke was dat toen dit verkocht werd aan mij, werd er gezegd: dat kun je met een handzaag zagen. Ja, dus niet. Dus andere vensterbanken erop. Nou, een vriend van mij deze plaat nog staan. Dat is een behoorlijk plaatje. Dat is notenhout, als het goed is. En schitterend mooi natuurlijk. Ik denk, daar kan ik wel een stukje afsnoepen voor een vensterbank. Nou, heb ik een stuk afgezaagd. Maar dan wil ik er wel voor zorgen dat die vensterbank niet te dik wordt. Dus er zit natuurlijk al een behoorlijke vensterbank onder nog, die ik niet wegkrijg. Dus dan zou het hele zaakje te dik worden, wil ik niet. Dus ik heb een stuk van die plaat gezaagd. En die heb ik nog eens een keer heel dun gezaagd, de zaagmachine. Kon niet in één keer natuurlijk, want dat haalt die zaag niet. Dus ik heb het in twee delen gedaan. En die heb ik aan elkaar gelijmd. En het voorste stuk heb ik dikker gelaten. Dan moet ik hem even nog netjes maken natuurlijk, even verder bewerken. Dat had ik eigenlijk voor de andere kant ook gedaan, maar dat moest een dun stuk worden. De voorkant moest dun worden, omdat ik anders mijn kraan niet kwijt kan. Nou, dat zat niet mooi. Dat had ik niet goed geklemd. Dus dat zag er niet uit, die heb ik eraf gebroken weer. En die moet ik even opnieuw maken. Het is niet aan te bevelen, maar ik moet hier echt een paar handschoenen bij aan doen, want anders krijg ik hem daar niet behoorlijk doorheen. Ik kom er net achter dat er gaatjes in zitten. Dat balen. Ik heb ze eventjes in de lijm gezet. En dan ga ik het weer eens even schuren. En dan hoop ik dat het niet meer te zien is. Als het goed is niet. Op kleine dingetjes. Ik zal hem eens open doen. Dat zal vast wel schelen. Komt echt wel goed. Nou moet ik hier weer een nieuw latje op zien te krijgen. Even kijken wat nou de bovenkant ook weer is. Ja, deze. Dan moet die zo komen. Nou klem ik hem gewoon even hier tussen de bankschroef. Dat gaat volgens mij beter. Ja. Zo zou die goed moeten zitten. Hoop ik dan maar. Ik heb die tweede vensterbank klaar liggen. Je ziet dat die een stuk dunner is dan die andere. Deze heeft best wel een dikke rand. Ja, dat komt omdat ik hier niet zoveel ruimte heb aan de voorkant. Dus die kraan die gaat wel weg, maar toch heb ik daar niet zoveel ruimte. Dus die moet wel dunner worden. Ook hier zitten er allemaal gaatjes. Zit er nog meer in, hier zo. En hier nog één. Dan heb ik hier wat van die afvalstukjes. Ja. Dat is dit ook. En er zit dan een puntje aan. Dat kan ik er heel mooi voor gebruiken om die gaatje dicht te maken. Ik heb daar even een puntje aan gezogen. Niet, maar geslepen. Een beetje houtlijm erin. Ik laat het er gelijk maar even inlopen. Ik doe die andere gaatjes ook gelijk. Dan kan het er een beetje inlopen. Nou, dan is het een kwestie van die te indrukken. Zo. Zo, dat gaat echt mooi. Er is echt geen gaatje meer te zien. Het is echt heel goed gelukt. Goud. Het is echt ongelooflijk hoe het daar al dat gelijk van opknapt. De ronde kanten eraan. Ik heb ze helemaal geschuurd en zo. Die ronde kanten natuurlijk aan. Ik ben ze nu in de lijnzaadolie aan het zetten. Ik moet zeggen, dat geeft toch wel een heel mooi effect hoor. Dat is precies wat ik wil. Kijk eens. Kijk, dit is het resultaat. Dat ziet er toch best goed uit. Ik heb hier ook nog een plankje gehangen. En dat komt hier in de hoek ook nog. En daar in de hoek. Als je mijn video nou leuk vond, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te geven. Hieronder. Altijd leuk.